weg. Dat ben ik niet, hè. Van al deze slijm. En van deze twee baby's ook gewoon. Vergeet ook zeker niet te liken en te abonneren op mijn kanaal. Let's go! Because I'm excited. Waar kunnen we nu beginnen? Misschien met alle slijmpjes te testen. Ja? Oké. Die is zo vies. Dat is zo nat. Paars. Unicorn slime. Oh, deze is echt mooi. Schrijf in de comments welke jullie lievelings is. Maar nu nog niet, want ik heb ze niet allemaal uit. Nu gaan we de sterrenballen openknippen. Woo! Als jullie dit niet zo goed kunnen, alleen haal je mama of papa voor hulp. Dit is wel leuk om het netje eraf te knippen. Alleen jong. Oké, ik denk dat je nog een beetje meer moet knippen. A few minutes later. Oh, dit is zo spannend. Oké, dus ik ga het nu knippen. Ah! Dat is keigoed slijm. Oh my god. Dat is super mooi. Wow, trickshot. Oké, ik denk dat dit mag op de tafel. Hé, papa. Oh, maar deze is zo gooi en leuk. Oh, dat is zo satisfying. Anders kan ik even een ballonnetje uitkiezen. Als ik mijn ogen zie op die neonballonnetjes. Ik ben er verliefd op mensen. Dus ik denk dat ik de groene hier ga pakken. Dus dan ga ik roos en groen pakken. Yes. Oké, dus waar gaan we eerst beginnen? Met alle slijmpjes te mixen. Eerst ga ik deze twee mixen. Paars en roos. Ik ga deze even mixen. Mix, mix. Dus wat ik nu ga doen, ga ik deze groen en geel met deze paars en roos samen mixen. Maar deze zijn allebei super mooi. Ik wil dat echt niet doen. Het gaat niet. Want deze is ook gewoon een ander soort en het is veel harder dan deze waterslijm. Wow. Oké, dus we gaan al beginnen met de balkjes in de ballonnetje te doen. En we hebben een homemade funnel gemaakt. Jullie kunnen vragen aan jullie ouders of ze dit willen maken van een plastic flesje. So, let's do this. Zoals wat ik heb net gedaan. Dus dat ziet er zo uit. En je pakt je balletjes of glitter, whatever. En je doet het open. En dan leg je wat balletjes erin. Dus ik denk dat ik deze in twee moet splitsen, maar ik ben niet zeker. Want ik denk dat het een beetje te veel is voor het slijm. Oké, dit is toch goed gedeeld, denk ik toch. Dus ik ga deze gedeelte pakken en even in mijn funnel, homemade funnel, doen. En dan ga ik met de onderste kant van een lepel dat erin duwen. Oh my god. Veel! Oh, hoe gaat dit erin kunnen? Zal u helpen misschien? Ja. Het gaat erin. Ja. Dat is echt sticky. Oké. Bijna. Ik denk dat deze moeten we een beetje kleiner maken. Ja. Denk het ook. Oké. Ik heb het gedaan. Veel gemakkelijker. Dit voelt echt goed. Wow. Klotjes. Oh. Ik ben bang dat de ballon gaat. Wow. Ga erin. Kom aan, kom aan. Voilà. Kijk. Dit is echt mega goed. Oké.
Maar nu gaan we even de harde stukjes overslaan. Dus ik ga nu een ballonnetje maken met waterflame. Wow, ja. Let's go, let's go. Maar waarom gaat dat bij jou? Dat weet ik niet. Ik heb rood traveers. Kun je dat afknippen? Hè? Wow, nee. Oh no. Maar die ballon is niet goed. Ja, uit. Ik kan. Wow, jiggly. Dat is kijk. Voilà, makkie. Ja, dat was heel gemakkelijk. Balletjes. Er liggen nog, hè? Oeps, dat is echt niet gemakkelijk. Ik weet het! Dat is een beetje te veel, denk ik. Denk je? Ja. Wow. Wow. Waarom gaat die weg? Dat ben ik niet, hè? Ja, ja. Ah. Yes! Payback! 1 hour later. Deze is... Vol! Kijk, die maken echt keine geluid. Ja. Maar deze is zo harder om te pushen. Ja, deze is veel beter voor mijn hand. Ik heb je veel plezier Ella, om ja, deze te maken. Heel veel plezier. Ik had echt super veel plezier om deze super goede stressballen te maken. En deze keer was het niet een flop. Hè? Nee. Het is gelukt. Ja, het is heel goed gelukt. En mijn lievelings is de roze. Mijn ook. Ja, die zijn echt goed. Deze twee. Maar en als jullie deze video leuk vinden, vergeet ook zeker niet te liken. Abonneren op mijn kanaal. Peace out and love you all.